YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik knipoog voor een 10. Het hele leven van Huggy Wuggy in één spel. En het eerste wat we doen is onze benen uit het ijs steken. En oh snap, volgens mij moeten we het opnemen tegen iemand die een... Dat is Huggy Wuggy niet. Die een stukje groter is dan ons. Maar wij upgraden. En als ik maar snel genoeg tik... Oh snap, 3, 2, 1... Oké, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. We kunnen het linker of het rechterpad kiezen. Wij gaan voor het linkerpad en ik hoop dat dat een slim idee is. Al moet ik zeggen, dit ziet er niet uit als de armen en benen van Huggy Wuggy. Het lijkt eerder een soort van alien. Oké, we gaan erachter komen wat we zijn. We zijn een of andere steenalien. Ik dacht dat dit alleen het leven van Huggy Wuggy ging zijn. En let's go! Alleen wat ik me afvraag... Wat gaat er in ons volgende ei zitten? Want dit ei is een soort van oranje. En die van Huggy Wuggy was blauw. En die van de steenalien was... Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Dude, we zijn allerlei monsters in één. Maar wat gebeurt er eigenlijk als ik gewoon probeer om alles met me mee te nemen? Ik weet niet of dat slim is. Weet je wat? Laat ik alleen degene meenemen die passen bij mijn rode uitstraling. En dat is in dit geval de middelste. En in dit geval volgens mij de rechter. Oké, dude. Volgens mij hebben we nu het juiste monster... We zijn letterlijk een draak. Oké, we gaan de battle aan. Tegen Huggy Wuggy. Oké, dus iemand anders heeft wel het hele leven van Huggy Wuggy gespeeld. Alleen was dat voor niks. Dus het idee is denk ik dat wij iedere keer een ander soort monster moeten creëren. En dat doen we door de juiste DNA te pakken. Is dat wat het is? Volgens mij is dat wat we meenemen. En als we onszelf dan evolueren, gaan we er dus steeds anders uitzien. Oké, ik heb geen idee wat voor soort monster ik nu ben. Dude, ik lijk wel op een mug. En ik hou niet van muggen. Nu hoop ik dat hij wint. Oh, let's go! Laten we deze keer alleen de blauwe meenemen. Want ik wil nog steeds het hele leven van Huggy Wuggy leven. We evolueren nog één keer. Alleen volgens mij hebben we nog niet het hoofd van Huggy Wuggy. Nee! We hebben heel het Huggy Wuggy lichaam. Behalve zijn hoofd. Oké. Maar wij zijn de sterkste. Oké, we kunnen kiezen uit roze of oranje. Laten we voor roze gaan. Misschien is dat kissy-missy. Of nee, volgens mij niet. Volgens mij is dit juist een draak of zo. We gaan erachter komen. Ik bedoel, we moeten gewoon de juiste DNA meenemen. Ik ben er dus nu achter dat als je allerlei verschillende DNA-soorten met elkaar mixt... dan krijg je gewoon een heel raar monster. Dan word je daar niet per se sterker door. Oké, we gaan het ei weer breken. We hebben nu letterlijk één soort monster. En ik denk dat dit zeg maar de schorpioen is. En we nemen het op tegen een ander monster wat er gedeeltelijk uitziet als ons. En yes! Maar wat we wel hebben, dit ei. Laten we deze keer alleen voor het vuur DNA gaan. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Volgens mij kunnen we nu dus die draak krijgen. Waarvan we nog steeds niet weten hoe zijn hoofd eruit ziet, volgens mij. Maar wat we wel weten, is hoe Huggy Wuggy eruit ziet. Oké, ja, we hebben hem! Oké, daar gaan we. We nemen het op tegen half Huggy Wuggy, half draak. Yes! Het is zo satisfying om Huggy Wuggy in één keer in te kunnen maken. Ons derde monster, volgens mij. 3, 2, 1... En eindelijk, het DNA van Huggy Wuggy is weer mee te nemen. En we mogen er letterlijk geen één missen. Als we dat wel doen, dan gaat het ons niet lukken om 100% Huggy Wuggy te zijn. Dan hebben we of weer een ander soort arm, of weer een ander soort been. We willen 100% Huggy Wuggy zijn. Is het gelukt? Heel het leven van Huggy Wuggy, daar gaan we. Het is gelukt, het is gelukt. En we hebben hem zwaar geüpgrade. Dus volgens mij gaan we nu ons record maar dan ook echt keihard verbreken. Oké, come on dude. Let's go. Oh, snapperoni. Let's go. We hebben een nieuw record, maar misschien wel het mooiste van allemaal. We hebben Huggy Wuggy uit zijn ei. Oké, we zijn er weer klaar voor. En we nemen alleen het groene soort van DNA mee. Omdat we dus echt willen proberen om elk soort monster uit zijn ei te laten komen. En dat kan alleen als je hem compleet maakt. Oké, dus elk soort gedeelte van het lichaam moet bij dat monster passen. En volgens mij is dit die irritante mug. Ja, komt het ei uit naast Huggy Wuggy? Yes, we hebben hem. Volgens mij moeten we nu... Of is dit Huggy Wuggy weer? Ja, volgens mij is dit Huggy Wuggy weer. Eigenlijk hebben we die al laten uitkomen. Oh, wat heb ik nu gedaan? Oh nee, volgens mij heb ik allerlei soorten DNA door elkaar gepakt. En je weet wat dat betekent. Oh nee, we hebben nu een soort van high Huggy Wuggy raarachtig monster. Is die dan ook sterk? Misschien wel. Misschien hebben we nu allerlei verschillende krachten door elkaar...
Het ziet er naar uit dat dat best wel goed werkt. Laten we alleen het paarse DNA meenemen. Volgens mij krijgen we dan een soort van vogel. Oké, heel voorzichtig. Alleen de paarse. Als we namelijk één stukje van een ander soort kleur DNA meenemen, dan krijgen we weer een incompleet monster. Dus een mengeling van alles. Volgens mij hebben we het goed gedaan. Oh my gosh. Check this out. We zijn een soort van vleermuis Batman ding. Een nieuw ei laten uitkomen. Laten we vanaf hier alleen de oranje DNA meenemen. En ik hoop dat dat gaat lukken. Tot nu toe gaat het goed. Oké, nogmaals, we willen elk soort monster ei openen. We kennen het leven van Huggy Wuggy al, maar we willen alle monsterlevens kennen. Oké, volgens mij doen we het goed. Volgens mij doen we het goed. We hebben nu alleen maar het oranje meegenomen. En volgens mij is dat de dino doet. Ja, het is de dino! Nice! Oh, letterlijk het leven van deze monsters ligt in onze handen. Wat je misschien niet wilt, maar... Oké, daar gaan we. 3, 2, 1... Oh, maar het voordeel is, we hebben dus weer, en dit is de bovenste, een nieuw monster. Dus we hebben er nog twee te gaan die we moeten unlocken. Oké, volgens mij zijn we goed bezig nu, right? Want degene met het oog, die hebben we nog niet. Oh, dude, ik ben zo voorzichtig. Ik wil het nu niet verpesten. Come on, we zijn nu echt op een streak. We unlocken het ene naar het andere monster. Alleen volgens mij hebben we niet genoeg DNA. En dat zorgt er dus voor dat we op een soort van paspop lijken. Om ervoor te zorgen dat we weer een nieuw monster unlocken, moeten we dus alleen maar hetzelfde soort DNA meenemen. En ik heb geen idee wat we nu maken, maar het is het lichtblauwe en gele waar we naar zoeken. Oké, tot nu toe nemen we alleen maar de juiste mee. We gaan naar boven voor een aantal muntjes. Oké, we hebben hier rood, paars en dan dus de juiste die we mee moeten nemen. Nog een paar stukjes en we zijn er. En dat zou betekenen dat we bij het laatste ei zijn straks. Oké, we laten hem uitkomen. Wat hebben we? Ja, we hebben hem compleet! Het is een soort van mega vogelmonster. Dude, stel voor je hebt die op je dak zitten. Oh my gosh. Ik denk dat een poepje van die vogels zeg maar even groot als een zwembad. Maar check this out. Dit is ons één na laatste ei wat nu uitkomt. We hebben dus nog maar één monster te ontdekken. Oké, is dit dan eindelijk het level waarin wij ons laatste monster gaan unlocken? Het zou heel goed kunnen, want we nemen de juiste DNA mee op dit moment. Oeh, dit is zo spannend. Ik wil het nu echt niet verpesten, right? Ik bedoel, we zijn al zo gigantisch ver. Is het gelukt? Volgens mij heb ik alleen maar... Volgens mij is het gelukt. We hebben een soort van kattenmonster. Dus dit is letterlijk het laatste monster wat we nog moesten unlocken. Alleen we moeten deze battle wel winnen. Anders hebben we hem alsnog niet. Yes! Oh my god. Ik was er even stil van, dude. Ik wou het echt niet verpesten. Dus we hebben het leven van Huggy Wuggy gezien. Maar nu letterlijk ook het leven van elk ander soort monster. 3, 2, 1. Yes! Check this out. We hebben ze allemaal. We hebben de dino. De enge mug. Vogel. Het zeemonster. Het steenmonster. Draak. Vleermuis. De enge kat. En natuurlijk Huggy Wuggy. Met een bril. Het is ons gelukt in één video. We mogen dus alleen dit lichtblauwe DNA meenemen. Dat is de enige manier waarop we dus een monster krijgen wat uit zijn ei komt aan het einde van het level. Oké, come on, dude. Volgens mij hebben we nu een vogeldino gemaakt. Ja, dit ziet er zo raar uit. En om het mee af te sluiten wil ik gewoon nog even lekker elk soort DNA pakken. Gewoon om te kijken wat er dan gebeurt, hoe we er dan gaan uitzien. Ik neem letterlijk gewoon alles mee wat ik zie. Dus het maakt me niet uit van welke kleur, ook al is het een beetje Huggy Wuggy. Ik bedoel, check dan. We nemen letterlijk elk soort DNA mee. Ik wil niet eens weten hoe we er nu gaan uitzien. Oh my gosh, dude. Maar welk monster is de winnaar van deze video? Is dat alles door elkaar? Of is dat het leven van Huggy Wuggy? Laat het weten. Abonneer voor meer en adios.